welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 25 augustus, want het was gisteren 24. Het is nu bijna 2:30 in de middag. En zoals jullie willen zien ben ik weer op het depot van PostNL. Binnenkort mij stoppen. Ja, ik wel, want binnenkort heb ik een operatie en dan kan ik hem dus niet helpen. En ik heb beloofd, zolang ik nog geen operatie heb, dan ga ik hem helpen zaterdag. Dus ja. En straks kan hij dus ook niet op de zaterdag slopen. Dus ja, dan moet hij even voor mij zorgen. Dus ja, helaas PostNL. Maar dan moeten jullie toch even weer iemand anders zoeken voor deze week. Veel kaartplezier! Ja, toen was ik hier vol aan de voorkant, maar ook achterkant. Ja, en Rodi gaat eventjes en mijn fietstas eventjes een beetje opengooien. Zodat jullie het kunnen zien. Alleen hij denkt, hé, ik ga alvast weg. Maar ik wil het jullie laten zien hoe vol ik ben. Helemaal vol. Daar vol. Vol, beladen. Helemaal vol beladen. Yep. En dus aan die kant dus ook. Dus ik heb het loodzwaar. Alleen maar voor hem doe ik dat. Kijk, helemaal vol. Helemaal vol. Ja. Pakketjes. Ja. En hier heb ik dan de huis in huis in. En Rodi heeft daar de normale post in. En met zijn tasje. We gaan er van tussen. Ja, en ik kan dus voorlopig even nog niet vloggen. Want ik heb het hier loodzwaar. Zo, en wij zijn op het wijkzomerfeest van onze wijk. Kijk. Precies. Ja. En iedereen die moet bijna betalen. Voor het eten, want er is een hele lekkere barbecue hier. Ja. En wij hebben het weer gratis. Ja. Hey. Mooi. Dat is mooi, hè? Altijd weer mooi. Alles is mooi. Heel mooi, net als jij. Ben ik mooi? Nee, toch? Hij toch? Hij is mooier dan mij, toch? Ik heb een snor. Ik ben mooi. Het is een lelijke snor. Ik heb ook snor, het scheelt weer. Alsjeblieft. So, I love you. Love you. Love you two? I love you three. Four. Ja, 5 en 6. Ja, precies. Maar we hebben alweer aardig wat dingen gezien. Bekende mensen, geen bekende mensen, wel bekende mensen, buren. Onbekende mensen, ook. Onbekende mensen, ja. En leegtes hebben we ook gezien. Net als nu onze achter mij, achter ons. Beetje leeg. Beetje erg leeg. Ja, busje, maar daar houdt ook wel heel erg mee op. Maar oké, geeft niet. Maar hij is al klaar met de post. En voor die rare bedrijf. Ja, leuk bedrijf. Lekker werken. Nu weer vrij. Als je klaar bent werken, ben je vrij. Ja, en toen waren we al een tijdje thuis, want het eten van de barbecue was me niet echt helemaal goed bevallen, nee. Dus ik lig nou eventjes al een uurtje op bed, zo. Ja, en toen? Oh, dat is lief. Dat is lief. Keurig. Allemaal bij elkaar. Deze dame. En deze twee. En boven. Ja, dat zijn ze alweer. Ja, spannend. Dagboekje bijhouden. Leuk. Even mijn buikwandcorrectie. Morgen nog even één dag helemaal niks. Ik weet niet wat dit is, maar oké. Was even niet fijn. Nee, maar nog twee nachtjes slapen. En dan is maandag 9:40 ziekenhuis, Bronneveld. Nog helemaal nooit geweest, maar oké. Maar ja. Het is wennen, het is nieuw.
En ja, ik zie er niet tegenop, maar de spanningen die gieren wel door mijn lijf heen voor mijn operatie. Gaat het wel goed komen? Toch wel een beetje. Terwijl ik al 2 operaties heb gehad, eigenlijk wel meer. Want ik heb ook heel vroeger dat ik in een thuis woonde, heb ik een moedervlek gehad. Aan de binnenkant van mijn knie, mijn knieholte. Die heb ik weg laten halen, maar dat was een plaatselijke verdoving. Nou ja, ik heb dan mijn maagverkleining gehad. Ik heb mijn darmperforatie gehad. Ja, en elke operatie is toch weer anders. Tja. Maar ja, het zal wel weer. Ik vind het allemaal prima. Het komt ook wel weer goed, toch? Ik ben gewoon even moe. Ja, nou, dat mag ook wel een keertje erop, toch? Ja. Dus ja, we gaan het beleven en ik ga gewoon ook even elke dag even een paar minuutjes een vlogje opnemen van hoe ik me voel. En voor mijn dagboek buikwandcorrectie. Ja. Zodat jullie een beetje een beeld ervan krijgen. En ik word nog geïnterviewd door Ro. En ik ga Ro nog interviewen. Mijn moeder is al geïnterviewd. Yep. Dus ja, dus eventjes opletten. En wachten op vragen. Ook belangrijk. Ja. Dat is heel belangrijk. Wachten. Het leven bestaat uit wachten en spanningen en leuke dingen. Toch? Nou, bij deze sluit ik de vlog af van gisteren. Was er niet van gekomen. Dus dan doe ik het bij deze. Vonden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat even een leuke reactie achter, want dat zouden we tof vinden. En dan zou ik zeggen, dankjewel en tot morgen straks.